in verband met het coronavirus. Ja, gaan we de kinderboerderij een klein beetje meehelpen. Die cliënten, of het personeel wat hun hebben, die zitten nu in thuisisolatie. En nu zitten ze hier met vier beroepskrachten. Maar die werken per twee en per dag. De mensen die laten rotzooi achter, meestal in de bakken in Beekloospark. De kinderboerderij die brengen maandags en vrijdags maken ze alle bakken schoon. Maar ja, dat wordt nu niet meer gedaan. Daar is geen tijd meer en daar is ook geen mankracht voor. Mm-hmm. Jan Bos en ik hebben besloten met elkaar, met de kinderboerderij, om dat werk even over te nemen. Ja. Zolang het nodig is en zolang als we ook gezond blijven. Nou ja, dit is noodhulp. Maar we gaan nu samen met iemand hier van de kinderboerderij, in dit geval is het Monique, gaan we met elkaar het park in om de bakken leeg te maken. Ik denk al niet dat je zo bent. Hier wordt heel veel rotzooi gedumpt. Ja. Afgelopen zaterdag had je die Almelo schoon. Daar hebben we voor opgegeven. Dat hebben we niet gedaan, want dat kon niet. Maar met Jan zijn we toch hier het parkje geweest. Halen we gewoon tassen met slachtafval overal weg. Je gelooft het toch niet? Je gelooft het niet, maar de mensen, op een of andere manier zijn ze volgens mij overal besmettelijk voor. Wij missen de werknemers, wij missen de bezoekers. Het is stil, het is niet leuk. Nee. Ja, nou, je komt daar heel veel dingen nu niet toe, hè. Dus normaal gesproken dan doe je het met 12 tot 15 mensen per dag. En nu met z'n tweeën, dus je kunt niet alles doen zoals je ze wel graag zou willen, zeg maar. Ja. Ja, maar jullie hebben hulp, hè? We hebben gelukkig voor het Beekloospark. Dat is normaal een activiteit ook voor ons op maandag, op vrijdag. En dan gaan we het Beekloospark in om de prullenbakken te legen en het zwerfvuil op te ruimen. Moet je bijhouden? Ja, dat moet je bijhouden. En ja, dat lukt ons niet met twee personen. We hebben eigenlijk de handen al vol aan de boerderij en aan de dieren en alles. Ja. En gelukkig hebben we hulp van Gerard en Jan. En daar hebben we gisteren mee gesproken en we gezegd, we gaan met elkaar vrijdags gaan we het park door om toch te voorkomen dat het uit de hand loopt, want het is geregeld een hele puinhoop.